hebben over voeding en afvallen. Wij weten dat er heel veel vraag naar is en dat het altijd nog een beetje moeilijk is. Wat moet je nou eigenlijk doen om op een goede manier af te vallen? Vandaag hebben we als gast Anouk. Anouk werkt bij 040 Fit Best en die kan jullie daarover van alles vertellen. Dus misschien leuk om jezelf even voor te stellen aan de mensen thuis. Ja, nou, ik ben Anouk en ik werk, zoals Brian al zei, bij 040 Fit Best. Ik heb voorheen een opleiding gedaan, sportbeweging en gezondheid in Eindhoven. Daar heb ik ook mijn fitness trainer A behaald en mijn voedingsdeskundige en mijn gewichtsconsulente heb ik daar gehaald. Plus mijn sportmassage, maar dat is nooit niet belangrijk. Nee. Daarna ben ik dus eigenlijk bodybuilding gaan doen, ook puur omdat ik niet tevreden was met mijn lichaam. En ik dacht, dat is wel iets waar ik ook mooi slank mee ga worden en waar mijn lichaam gewoon goed van uit gaat zien. Maar er komt zoveel meer bij kijken. En ik denk ook wel echt dat je in de praktijk meer leert over voeding dan dat je per se een boek leest of zo erover. Dus dat vooral. Mm-hmm. En afgelopen jaar heb ik ook mijn bodybuilding met een handsome gehaald. Ja. En daar heb ik ook heel veel geleerd over voeding. Dus... Kun je misschien een beetje vertellen wat, want je zegt net dat je een opleiding hebt gehaald. Wat dat precies inhoudt? Wat moet je dan tijdens een opleiding, wat moet je dan allemaal doen? Ja, bij die opleiding leer je eigenlijk verschillende aspecten. Dus je hebt training, je hebt een beetje het mentale stukje en echte voeding. Maar je merkt vooral bij die opleiding ook echt dat er op een mentale stuk heel veel te halen valt. Dus daar wordt dan vooral ook wel op ingespeeld van oké, hoe gaat het te werk in het echte leven? Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Vooral het stukje voeding en het volhouden van het gezond eten, laat ik het even zo zeggen. Ik denk dat misschien de kijkers het wel interessant vinden om te weten, want jij hebt natuurlijk wedstrijden gedaan. Mm-hmm. Hoe lang ben je daar nou mee gestopt? Of, Nou, al bijna 2 jaar, 1,5 jaar zeker. Ja. Oké. Okay. En nu ben je nog steeds wel veel bezig met voeding, neem ik aan. Ja, zeker, nog zeker. Ja. Maar ik denk dat vooral de kijkers het wel leuk vinden. Met als vraag van, wat doe jij nou op een dag met eten? Hoe ziet jouw dag er een beetje uit? Komen zo op. Leuke vraag, Ruben. Leuk, dankjewel. Maar hoe ziet jouw dag er bijvoorbeeld uit? Stel jij gewoon vanaf in de ochtend opstaan tot een beetje 's avonds. Puur jouw eetmomenten. Ja, nou, ik eet als ik wakker word, eet ik gewoon direct. Gewoon puur het feit omdat ik het fijn vind, omdat ik dan kan eten. Ik merk gewoon als ik 's ochtends niet eet, dat ik gewoon chagrijnig ben. Dan ben ik gewoon geen leuk mens. Dus dan moet ik gewoon eten 's ochtends. Daar wil ik misschien even op inhaken, op dat stukje. Want Anouk geeft natuurlijk aan dat ze in de ochtend vindt ze het fijn om meteen te eten. Is het nou juist goed of is het niet goed om meteen te eten in de ochtend of maakt het helemaal niet uit? Nou, in principe maakt het niet echt uit. Het is meer wat voor jou werkt. Dus als jij, bij wijze van spreken, in de ochtend nooit hebt gegeten, maar wel gewoon jouw calorieën behaalt op die dag, waarom zou je dan nog een maaltijd in de ochtend gaan eten? Want dan ga je over die calorieën heen. Ja. Ik wil zo nog wel terugkomen over die calorieën, want die zijn altijd leidend in welk aspect dan ook. Ja. Dus daar kom ik zo op terug. Ja, dus qua ontbijt, of je die nou later op de dag pakt of overslaat, maakt in principe niet uit. Nee, zeker niet. Puur even niet. Kijken naar het proces, het afvallen, zeg maar. Nee, maakt niet uit. Oké, okay, dus ontbijt. Kun je doen wat jij daarin fijn vindt? Sommigen vinden het niet fijn om in de ochtend meteen te eten. Dat hoeft niet. Dus doe zeker waar jij jezelf zelf goed bij voelt. Ja. Nou, waren bij na je ontbijt, dan heb je meestal een tussendoortje. Ja, nou, ik heb dus geen tussendoortjes. Ik heb echt 5 maaltijden. Okay. Dus ik eet echt ieder eetmoment dat ik eet, eet ik volwaardig. Dus ik probeer zoveel mogelijk in die eetmomenten mijn eiwitten, mijn vetten en mijn koolhydraten te halen. Dus gewoon zorg dat ik goed eet. Dat is eigenlijk per mijn eetmoment. Dus ik eet echt vaak om de 3 uur ongeveer, maar dat is vaak wel het moment dat ik echt honger ga krijgen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus echt om de 3 uur en dan 5 maaltijden echt op een dag. Ja. Die je dan... echt 5 maaltijden, ja. En ik denk dat de mensen ook wel benieuwd zijn naar wat,
hoeveel calorieën eet jij dan op een dag? Ja, dat is best wel lastig, want ik doe verschillende processen. Ik ga natuurlijk van een bulk naar kutten en ja, dat is heel verschillend. Ik heb niet per se een doel qua afvallen, dus dat is ook wel het ding waar je naar moet gaan kijken. Kijk, wil je echt gaan afvallen, moet je zorgen dat je minder calorieën eet dan dat je daadwerkelijk verbruikt. Ja. Of dat je meer verbruikt, sorry, en minder calorieën tot je neemt. En wil je een beetje aankomen of gaan bulken, wil je eigenlijk meer calorieën gaan eten en minder gaan verbruiken, dus minder gaan bewegen. Ja. Dus bij mij is het een beetje verschillend net waar ik mee bezig ben. Voor ja. Nu zit ik ongeveer op de 2100, 2000 calorieën. Oké, okay, dus 2100, 2000 calorieën en die verdeel je dan over de dag. Ja. En ja, ik heb hier een vraag van Ruben. Die vraagt van, klopt het dat je eiwitten moet eten om af te vallen? Ja, ja, ja. Ik vind eigenlijk dat je eigenlijk altijd wel eiwitten zou moeten eten. Want waar zijn eiwitten bijvoorbeeld goed voor? Nou, eiwitten die zorgen ervoor dat jouw spieren herstellen. Dat mm-hmm. is sowieso één. En spieren die heb je ook wel nodig om te verbranden, dus voor je verbruik. Ja. Maar ja, ik zeg ook altijd, jouw calorieën plus jouw eiwitten zijn een beetje leidend. Ja. Kijk, jouw koolhydraten en vetten die kun je aanvullen. Maar die twee aspecten die vind ik eigenlijk wel altijd de belangrijkste in een dieet. Ja, dus belangrijk, dus een beetje antwoord op jouw vraag. Ja, Ruben, en ook vooral voor het herstel na de training. Dus een eiwit is een bouwstof. En ja, hoe meer spieren je gaat opbouwen, hoe meer je gaat verbranden natuurlijk. Dus, en we hebben het vorige week met Erik ook eigenlijk een beetje over gehad. Dan wijken we een heel klein beetje af naar de training. Wat is nou belangrijk voor het afvallen? Proces. Is dat cardio training of is dat krachttraining? Als je echt als hoofd training gaat kijken. Als je dan gaat kijken, kijk, voor lange termijn zou ik zeggen krachttraining. Want hoe meer spiermassa jij hebt, hoe meer vet je uiteindelijk gaat verbranden. Dus dat is belangrijk om te onthouden. Ga jij veel cardio doen, gebruik je heel veel calorieën. En dan komen we terug op het eerste wat ik zei. Je calorieinname met hoeveel jij beweegt en hoeveel eruit gaat. Dus ga je meer cardio doen in zo'n proces, ga je dus meer calorieën verbranden. Dus op dat moment ook afvallen. Maar op lange termijn zou je dus meer krachttraining moeten doen. Dus heb jij een doelstelling, ik wil voor de zomer, of weet ik veel, over 2 weken wil jij 3 kilo kwijt. Ja, dan kun je veel gaan wandelen, lekker veel calorieën verbruiken. Zorgen dat je eten gewoon iets minder calorieën is. Maar op lange termijn ga lekker krachttrainen en zorgen dat je voeding gewoon altijd goed is. Ja, ja. Duidelijk. Mocht er daar nog vragen over zijn, stel ze even in de chat. Ik zie al een aantal leuke vragen voorbij komen. Super. Volgende vraag van Richard. Wat kan je vertellen over de verschillende eetmomenten? Dus dan denk ik dat die een beetje doelt op... voor je training of zo. Ja, voor de training of ontbijt tussendoortje. Is dat bepalend, zeg maar, voor het... Ja, nou, wat ik al zei, je wilt dus eigenlijk zorgen dat je per maaltijd gewoon die voldoende eiwitten binnenkrijgt. Je moet eigenlijk zo zien, jouw lichaam die kan per eetmoment een bepaald aantal eiwitten gewoon opnemen. Dus als jij in één keer, als jij 3 keer op een dag, 60 gram eiwit binnenkrijgt, dan krijg je over de dag natuurlijk wel je eiwitten binnen. Maar jouw lichaam die zal er maar een deel van opnemen. Dus vandaar dat ik ook zeg, neem iedere maaltijd gewoon voldoende eiwitten. Dat is dan ongeveer, wat zou het zijn, 1,3 minimaal per maaltijd lichaamsgewicht. Kilo lichaamsgewicht, ja. Ja, ja, dat dus is per maaltijd. Mensen, even tip voor nu thuis, schrijf ook even mee. Want soms gaan we ook echt daar wat snel doorheen. En dan, als je iets opschrijft, dan kun je daar later nog altijd terugkijken natuurlijk. Dus dat is even een tip. Tip voor jullie. Dus je zegt van oké, per kilo lichaamsgewicht 1,3 gram eiwitten per maaltijd. Per maaltijd. Ja. Oké, super. Dat sowieso. En als je dan kijkt bijvoorbeeld voor je training, als we daarna gaan kijken, wil je ook zorgen dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. Want mensen denken vaak na je training voldoende eiwitten. Mm-hmm. Maar van tevoren, je gaat natuurlijk die spieren ga je een soort van afbreken. Dus je wil dat jouw voorraad eiwitten al goed aangevuld is. Voor de training. Voor de training ook al. En na je training natuurlijk ook. Dus die momenten voor en vooral na je training ook wel, zijn heel belangrijk voor jouw spieropbouw en herstel. Ja. En dan komen we voor het slapen gaan. Dat is ook een dingetje waar ik heel veel mensen altijd
vragen over zich hebben. Ik heb dan ook mijn eigen bedrijf nu. En ik zeg ze ook altijd voor het slapen gaan. Altijd iets van kwark of iets van eiwitten pakken. Ja, voor de mensen die vorige week ook erbij waren. Dat was ook een tip van Erik eigenlijk. En dan zie je nou weer terugkomen bij Anouk. Is dat ze echt als tip geven om voor het slapen kwark te eten. Kun je een beetje uitleggen waarom? Ja, zeker. Ja, voor het slapen, of als je gaat slapen, heb je eigenlijk een moment van vasten. Dus ik weet niet hoe lang je slaapt. Maar bijvoorbeeld stel je slaapt 8 uur. En je hebt tot het avondeten niks gegeten, dan heb je denk ik 11 uur of zo zeker niks gegeten. Maar in je slaap dan herstel je. Dus eet jij helemaal geen eiwitten of iets voor het slapen gaan, is dat voor je herstel dus ook weer minder. Dus daarom wil je voor het slapen gaan voldoende eiwitten krijgen om die processen te verwerken en te herstellen. Ja, dus belangrijk voor het slapen gaan voldoende eiwitten nemen. Hebben hier een vraag van Ruben. Waar vergissen mensen zich het meeste in qua voeding? Bijvoorbeeld dat ze denken dat iets gezond is terwijl er slechte voedingsstoffen in zitten. Dus stel dat op de reclame zie je natuurlijk heel vaak dat dat bedrijven zeggen het gezonde snelle tussendoortje, zeg maar. Mm-hmm. En dat je dan gaat kijken op de verpakking, maar dat er heel veel suiker of zo in zit. Merk je dat als je mensen advies gaat geven of die bij jou op gesprek komen, dat die zich daar vaak in vergissen? Ja, nou het dingetje vooral wat ik vind dat mensen iets moeten doen waar ze zich goed bij voelen. En dan komen we eigenlijk weer terug bij die calorieën. Stel je hebt, kijk, het is gewoon heel simpel, die calorieën zijn al leidend. Als jij zegt van, ik wil dat koekje hebben, of die appel, en er zitten net zoveel calorieën in, en net zoveel suikers. Mensen die zeggen vaak, dat is de vraag vaak, wat wil je kiezen? Ja, die appel, dat ze denken is gezond. Maar de calorieën zijn hetzelfde. En vaak is het ook een mentaal dingetje. Mensen die dan wel die appel pakken, maar eigenlijk dat koekje zouden willen hebben, die pakken dan alsnog dat koekje. Ja. Met die appel, zouden ze meer binnen. Maar terugkomend op de vraag van Ruben. Je ziet vaak wel dat mensen zich inderdaad vergissen met wat is nou gezond. Als je op een verpakking kijkt, bijvoorbeeld met van die koekjes inderdaad, van die sultana koekjes of zo. Ja. Die zouden ze dan denken van, oh dat is gezond dat er een appel op staat. Ja, maar daar doen ze ook vaak reclame mee maken. Dat ze zeggen van, oh er zit 60% fruit in of zo, weet je wel. Ja, precies. Mensen die trappen daar tussen haakjes wel gewoon in, inderdaad. Ja. Ik zou inderdaad zeggen, kies gewoon voor volwaardig voedsel. Iets waar je lekker vol van zit. En dan voel je vaak ook beter. En ik denk dat het ook wel goed is voor de mensen om niet meteen op de reclame af te gaan, maar ook op de verpakking te kijken van wat zit er nou in en hoeveel calorieën zitten nou ergens in. Ik denk dat wel een hele goede is. Mocht je ergens over twijfelen, kun je dat altijd doen. En ik weet dat het natuurlijk veel meer werk is als je dat bij elk product gaat doen, als je boodschappen gaat doen. Maar twijfel je ergens over, probeer dan eens de verpakking te kijken achterop. Alles moet erop staan. Ja. En dan kun je zo ook wel zien of het gezond is en of het binnen jouw calorieën past. Ja, zie ik ook een beetje als een investering. Hè? Ik bedoel, we hebben nu, tenminste de meeste mensen hebben nu meer tijd. Ik wil niks invullen. Maar probeer een beetje jezelf te verdiepen. Als je echt denkt van oké, ik wil afvallen. Ik wil aankomende zomer wil ik er strak bijlopen. Probeer zelf ook een beetje te kijken. Ja. En gewoon te kijken naar wat je echt binnenkrijgt. Want daar vergissen heel veel mensen zich in. Ja. En schrikken dan toch nog. Als ze daadwerkelijk binnenkrijgen. Ja, inderdaad. Zeker. Bijhouden. En dus meten is weten, zeggen ze vaak. Ja, en bij NoFertiFit, die app, zit ook nog een food app bij. Dus als jullie allemaal de app hebben gedownload, staat ook die app met een appeltje. Kun je ook al je voedsel inscannen en kijken hoeveel calorieën je binnen hebt. Dat is meteen een vraag van Max. Want Max vraagt Anouk, in welke app houd jij je voeding bij? Nou, je kan dus die app, ik zeg je heel eerlijk, ik gebruik wel een ander. Oh, dat is heel slecht eigenlijk. Shit. Sorry, nee, ik gebruik MyFitnessPal. Ik gebruik MyFitnessPal. En dat is puur het feit omdat ik die persoonlijk fijner vind. Ik vind die food app voor mij nu een beetje ik gebruik MyFitnessPal echt al jaren. Als je ook kijkt, ik heb echt een dagenscore van 800 dagen. Dus voor mij is die gewoon fijn. Kijk, maar als ik misschien eerder met die food app was begonnen, had ik die gewoon gebruikt.
Maar zeg maar net wat je fijn vindt. Ik denk inderdaad net wat je fijn vindt. Misschien voor de mensen van 040 Fit en Harix hebben we de Food App. En ja, daar kunnen wij als instructeurs altijd bij helpen. Dus hopelijk, Max, is jouw vraag hierbij beantwoord. Dan ga ik meteen door op de volgende vraag van Mirella. Hoe weet je hoeveel calorieën je per dag moet innemen als je veel sport? Dus 4-5 uur in de week, ja, en op gewicht wil blijven. Oké, dat is een goede vraag. Dat is dus een beetje het lastige, omdat dat per persoon heel verschillend is. En waar ligt dat bijvoorbeeld aan? Ja, het ligt aan jouw leeftijd, mm-hmm, aan jouw lengte en gewicht. Dus daar zou je sowieso naar moeten kijken. Je hebt verschillende formules ook op internet. Moet je wel echt opletten welke formules dat zijn. Je hebt bijvoorbeeld Harris en Benedict, ik schrijf allemaal mee. Rosa en Cisco, die kunnen allemaal dat berekenen. En vanuit daar moet je nog kijken hoe actief jij gedurende de dag bent. En dan heb ik nog niet over sporten gekeken. Nee. Dat is jouw power, dus jouw physical activity level. Die zou je daar nog mee moeten berekenen. Dan weet jij hoeveel jij dus dagelijks verbruikt. En dan moet je nog kijken naar jouw sport. Dus dat is een beetje het lastige. Ik weet niet precies hoeveel op een dag, hoe groot je bent en noem maar op. Dus misschien is het wel een keer leuk om te kijken. Ja, zeker. Daar dacht ik misschien net aan. Is het misschien leuk dat we dadelijk een keer of op het einde in de chat kunnen zetten waar mensen dat kunnen berekenen en hoe ze dat ongeveer moeten gaan doen even. Dan kunnen ze, ja, dan kunnen ze altijd een keer teruglezen. Je zou het eigenlijk zo, ze zeggen ook bij vrouwen ongeveer rond de 2000 calorieën en mannen dan 2300. Ja, ik vind het een beetje wel achterhaald. Ja. Omdat het natuurlijk per persoon verschillend is. Maar dat is sowieso wel een richtlijn die je kan aanhouden als je veel beweegt. Ja. En misschien is het slim om ook een keer dan je voeding een keer bij te houden in de app hoeveel je nu binnenkrijgt. En als jij ziet van oké, ik krijg nu per dag 1800 calorieën binnen en ik kom daar bij wijze van spreken op aan. Dan weet je dus al van oké, ik moet minder gaan eten. Dus dan zou je misschien al op de 1600, ja, kunnen gaan zitten. Ja, en vaak stellen ze zulke vragen ook in een food app. Meestal als je die downloadt, dan vragen ze natuurlijk wat is je doelstelling? Wat is je gewicht, wat is je lengte, hoe vaak doe je aan sport? En als je dan als doelstelling bijvoorbeeld afvallen of op gewicht blijven invult, dan rekent die de calorieën automatisch al uit voor jou. Dan zou je altijd aan een instructeur even kunnen vragen of dat goed is. Dan kunnen we altijd even meekijken. Ja. Maar zo kun je dat eigenlijk al gaan inzien voor jezelf. Ja. Vraag van Fenna. Ik hoop dat dit trouwens een beetje antwoord is op jouw vraag, Mirella. Mocht dat niet zo zijn, laat even weten in de app of stuur ons een bericht. Dan kunnen wij altijd ook na deze aflevering jouw vraag nog wat concreter beantwoorden. Vraag van Fenna. Hoeveel calorieën mag er in een maaltijd zitten? Ja, dat is dus een beetje verschillend per doelstelling en hoeveel calorieën je op een dag mag eten. Ik zou gewoon, ja, dat is een hele moeilijke vraag, omdat ik niet precies weet wat jouw doel is en wat jouw lichaamssamenstelling is. Dus dat is moeilijk te zeggen. Kan daar ook geen concreet antwoord op geven. Ik kan wel dingen gaan roepen, maar dan ga ik dadelijk dingen zeggen en dan klopt het niet. Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is, Fenna, toch een klein beetje de vraag te beantwoorden. Nou, stel je wil afvallen. Dan is het belangrijk dat je onder je energiebehoefte gaat eten. Wil je aankomen, dan moet je zorgen dat je over jouw energiebehoefte gaat eten. En daaruit kun je gaan kijken hoe groot de maaltijden ongeveer moeten gaan zijn. Misschien maakt dat niet heel veel uit qua als je eronder zit, dan val je af. Ja. Dus of je de ene keer meer eet en de andere keer minder. Nee, maakt in principe niet uit. Nee, wat ik al zei, zodra die eiwitten maar gewoon, vind ik het op dat punt dan het belangrijkste. En als je dan de ene maaltijd iets meer eet dan de andere. Ja. Ja. Als het aan het einde van de streep maar zo uitkomt. Ja. Ja. Dat is belangrijk. Stel je doel is afvallen. Als je aan het einde van de dag minder hebt gegeten, dus minder binnenkomt dan dat je hebt verbrand, dan val je af.
Ja, dan wil ik wel nog één ding zeggen met diëten bijvoorbeeld. Veel mensen die gaan een dieet volgen van die shakes of zo, dan zit je misschien op 900 calorieën op een dag. Ja, je gaat dan afvallen, maar ga je heel je leven lang shakes drinken? Nee. Dus vaak gaan mensen die shakes 2 weken lang doen. Daarna stoppen ze met die shakes, gaan ze weer normaal eten tussen haakjes. Ja. Komen ze weer aan. En dat is gewoon super logisch, want je gaat veel meer calorieën eten dan je gewend bent. Ja. En jouw lichaam die adapteert zich ook aan die calorieën. Dus als jij altijd 900 calorieën eet, dan zou jij dus ook minder moeten gaan eten om daarna af te kunnen vallen. Dus mijn advies is ook echt om, stel je wil afvallen en je weet niet precies hoe, om of even met iemand erover te hebben die er verstand van heeft, of echt goed research te doen. Want ga niet zomaar iets doen waar je niet achter staat. Nee, en denk daarbij ook lange termijn. Hè? Zo'n, die shakes inderdaad op 900 calorieën is korte termijn. En dan hou je 2 weken vol en dan krijg je echt dat yo-yo effect wat veel mensen hebben. Dus je krijgt in één keer een idee van oké, het wordt weer zomer of ik ga op vakantie, dus ik wil afvallen. Ja. En dat willen ze dan zo snel mogelijk gaan doen. En dan krijg je zulke yo-yo effecten, waarbij je vaak ook nog meer aankomt dan dat je daarvoor was. Ja, en stel, kijk, voor sommige mensen kan het wel helpen, maar als je doet, die tijd daarna, bouw het dan langzaam op of iets. Dat is het enige advies dat ik dan mee kan geven, als je het dan toch doet. Zeker waar. Een vraag van Lies. Men zegt dat om af te vallen, je het beste na 8 uur in de avond niks meer moet eten. Is dat waar? Nee, dat is niet waar. Ook dit is weer het energie... Balans. Dus inderdaad je calorieinname. Mm-hmm. Kijk, stel je hebt over heel de dag, je mag 2000 calorieën eten. En je hebt misschien al 2000 calorieën gegeten tot 8 uur. Ja, dan zou ik inderdaad zeggen van, misschien moet je die maaltijd niet pakken. Maar zoals we net eigenlijk al vertelden, voor het slapen gaan is eigenlijk een van de momenten wat best wel belangrijk is van jouw dagvoeding ook. Dus nee, is niet waar. Ik zou gewoon lekker iets van eiwitten eten voor je gaat slapen binnen jouw kalorie. Ja, inderdaad. Dus je kan makkelijk na 8 uur in de avond nog iets eten. Als dat maar in ieder geval binnen jouw calorieën past. Dus zeker ook weer hierbij slim om jouw voeding bij te houden. En zo weet je van oké, is er nog ruimte om in de avond iets... Iets te pakken, iets te eten, dus dan kan dat zeker. Ja. Zeker, ja. Even kijken, is het slim om creatine te gebruiken tijdens het cutten? Ja hoor. Cutten, voor de mensen die het misschien niet weten, is echt afvallen. Dus echt vet verliezen. En spiermassa behouden. Ja. Dus creatine gebruiken tijdens het cutten. Ja, zeker. Je kan eigenlijk creatine altijd pakken. Zelfs een niet-trainer, iemand die niet traint, kan creatine gebruiken. Dus ja, zeker. Je kan zeker creatine nog gewoon gebruiken. Ja, ik denk dat het ook zeker, om daarop aan te vullen, juist goed is. Ook voor een stukje herstel. Je krijgt natuurlijk minder voeding binnen. Dus het kan zijn dat je tijdens een training jezelf wat slapper voelt. Iets minder sterk. En creatine kan daar wel bij helpen om je juist... Dat extra beetje kracht te geven. Dus even kijken, Burak, zeker. Je kan creatine gebruiken tijdens het cutten. Creatine zorgt eigenlijk gewoon dat je energievoorraden in je spier weer worden aangevuld. Dus je kan het gewoon pakken. Maar let er wel op, mensen zeggen dat je dan vocht voor het vasthouden. Gewoon lekker nog blijven drinken. Want zodra je niet genoeg drinkt, dan ga je misschien automatisch vasthouden. Maar gewoon lekker blijven drinken, kan er niks kwaad. Ja, zeker. Vraag van Maarten. Zit er verschil tussen het dieet van een krachtsporter en dat van een duursporter? Er kan zeker wel een verschil in zitten. Leuke vraag, Maarten. Nee, wat het zo is... Kijk, mensen die veel duursport doen, die verbruiken ook veel energie tijdens het fietsen. Dus daarna, na die training, wil je dus ook zorgen, geldt ook voor een krachtsporter, dat die koolhydraatvoorraden ook weer aangevuld zijn. Maar wat gebeurt er nou bij iemand die ook duursport doet? Die glycogeenvoorraden die gaan ook heel snel weer leeg. En je gebruikt een heel ander energiesysteem. Dus je wil zorgen dat je genoeg koolhydraten daarna weer aanvult voor je herstel.
van die spieren. Ja, dus dat is echt voor een duursporter. Dus bij een duursporter, ja. Ook voor de duursport is veel koolhydraten. Ja. En daarna en, ook. Ja, zeker. Ja. Dus die wil je echt wel goed. En kijk, bij een krachttrainer, ja, geldt eigenlijk wel hetzelfde. Wil je ook genoeg koolhydraten pakken. Alleen je gebruikt gewoon hele andere energiesystemen. Ja. Ja, ben ik het zeker, zeker mee eens. Ik hoop dat dat een beetje vraag is op, of antwoord is op jouw vraag, Maarten. We gaan naar de volgende, want er komen leuke vragen binnen. Van Lies, bij het invoeren van voeding in een app is het vaak lastig porties te bepalen. Hoeveel gram ontbijtgranen je bijvoorbeeld inneemt. Heb je hier nog tips voor? Afwegen. Dus als jij zegt van, ik twijfel, koop een keukenweegschaal of pak er een en ga het afwegen. Heel simpel eigenlijk. Ja, wat ik vaak ook merk, als je mensen die het niet afwegen, mm-hmm, en die maar iets gaan gokken, dan vaak komen ze uiteindelijk meer uit dan dat ze eigenlijk hadden gedacht, ja, zeg maar. Ja. Want als je bijvoorbeeld gaat gokken en je gaat bijvoorbeeld de muesli niet afwegen en je denkt van, oh, dit is 30 gram muesli en het is eigenlijk 50 gram. En aan het einde van de streep heb je dus te veel calorieën gegeten door het verkeerd, ja, invoeren. En dan denk je zoiets van, oh, waarom val ik nou niet af? En dat is bijvoorbeeld ook met het eten van een koekje bij de koffie. Hè? Ja. Vaak hebben mensen zoiets van, ja, dat kleine koekje, daar hoef ik niet in te voeren, dat is maar iets kleins. Maar uiteindelijk, als je dat 2 of 3 keer op een dag doet, elke dag in de week, en je gaat daardoor elke keer over jouw energiebehoefte heen, of over jouw calorieën heen, dan, ja, ga je eigenlijk niet afvallen. Ja, je kan sommigen zeggen, oh, het is maar 50 calorieën extra. Maar als jij iedere dag die 50 calorieën extra pakt, heb je wel aan het einde van de week 350 calorieën extra. Zeg dat nou goed? Ja, waarschijnlijk al. Heel goed. Oh ja. Ja, top. Lies, ga het zeker afwegen, ja, als tip om het echt precies te weten. Ook voor de andere mensen. Probeer niet te gaan gokken. Ga het afwegen en dan merk je dat je daar een veel beter uitkomt. Ook met de calorie-inname. Ja. Dus echt puur voor jezelf. Dit is wel een leuke vraag. Overigens allemaal leuke vragen hoor. Maar deze hebben we nog niet gehad. Hoe zit het precies met fatburners? Werken die echt of zit dat tussen je oren? Oh ja, nou daar had ik laatst ook al iets over, ja. Bij fatburners zit er eigenlijk best wel wat cafeïne wat is toegevoegd ook aan die capsules. Ja. Dus, en vaak wordt er ook op die verpakking geschreven van een fatburner van neem in met 2 liter water en eet dan de eerstkomende paar uur, eet dan niks, zeggen ze dan. Ja. Ja, dus wat doe jij? In plaats van jouw maaltijd pak jij die fatburner. Dus wat gebeurt er? Jij krijgt dus 1 maaltijd of 2 maaltijden misschien minder binnen. Dus je krijgt minder calorieën binnen. Die fatburner kan wel helpen voor extra energie door die cafeïne. Ja. Maar daadwerkelijk fatburner, dat doet hij niet. Hij zorgt eigenlijk gewoon meer voor een soort maaltijdvervanger. Nee, ja. Dus het is niet zo dat als je een fatburner inneemt van oké, ik neem nou 2 fatburners per dag en het vet smelt gewoon van mijn buik. Kom dan maar. Dat gaat niet gebeuren. Meteen een paar ingenomen. Dat gaat niet gebeuren. Maar fatburners kan wel helpen om net dat extra beetje energie te geven. Omdat je wat minder gaat eten door de cafeïne, ja, door de cafeïne die erin zit. En het kan misschien een klein beetje je hongergevoel, ja, stillen. Maar dat is cafeïne op zich ook wel. Het, ja, zorgt eigenlijk gewoon meer voor een... Je wordt, ja, een beetje zo'n... Ja, zodat, ja, het zorgt dat je dus minder calorieën gaat consumeren op een dag, waardoor je dus weer gaat afvallen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje simpel. Ja, maar ik zou zeggen, pak lekker simpel kop koffie. Uitgelegd. Stuk goedkoper. Kop koffie. Zwarte koffie. Zwarte koffie. Toch? Nee, je? Inderdaad. Wat is belangrijker bij het afvallen? Oh. Minder vetten in producten? Of minder calorieën? Minder calorieën. Ja. Maar... Ik moet er wel bij zeggen, vetten die bevatten meer calorieën dan de koolhydraten of eiwitten. Dus, maar om antwoord te geven op jouw vraag, calorieën. Dus als jij net, die calorieën die blijven leidend. Ja, dat bij het afvallen. Bij het afvallen inderdaad. Ja. En bij het aankomen ook. Top, we gaan nog 1 vraag gaan wij beantwoorden. Dus super, super enthousiast van Richard. Zijn er groenten die extra goed zijn voor het afvallen? Laatst iets gehoord over broccoli en kiemgroenten.
Zijn er meer van dit soort superfoods? Ja, weet je, ik ben niet per se van superfoods of zo. Ik denk gewoon dat je lekker moet eten waar jij goed bij voelt en wat voor jou werkt. Ik vind persoonlijk dat superfoods ook een beetje als de laatste jaren echt een beetje zo'n soort hype is geworden. Ja. Omdat het dan voor een bepaald aantal mensen heeft geholpen. Ze zeggen ook dat artisjok wil helpen, omdat dat dan antioxidanten bevat en noem maar op. En blauwe bessen en zo. Als je het aan mij vraagt, denk ik persoonlijk dat er niet echt iets als een superfood per se bestaat. Ik geloof wel dat er producten zijn die veel voedingsstoffen bevatten en die goed voor je zijn. Maar in principe, ja, die voedingsstoffen kun je bij wijze van spreken ook uit een pilletje halen. Uit een vitaminepil. Maar het is net wat voor jou werkt en wat voor jou fijn is. Ja, ik hoop dat dat een beetje antwoord is op jouw vraag, Richard. Mensen, het is gewoon al 8 uur. We hebben veel informatie. Ik weet dat het heel veel informatie is, ook voor jullie. Dus mocht er nog vragen zijn, dan kunnen jullie altijd met ons, met ons contact opnemen. Jullie kunnen aanvraag doen voor de Vital app. Daar gaan we ook wat dieper op de voeding in. Trainingsplan voor thuis kan nog steeds. Training hebben we vorige week met Erik hebben we daarover besproken. Dus nog één ding. Ja, let eens op, bij het afvallen is het dus leidend dat je minder calorieën gaat innemen. Ja. En dan dat je verbrandt. En dan de eiwitten. Eiwitten proberen goed hoog te houden. We hadden deze aflevering een superleuke actie. Vanuit Anouk. Ik denk dat Anouk die misschien zelf eventjes kan toelichten. Ja, want we hebben nou natuurlijk heel veel dingen besproken. En over gewicht en noem maar op. Dus dan hadden we dus een leuk idee om een coachje van 30 minuten. Kunnen we online even doen of een call of noem maar op. Om even te bespreken hoe jouw dagelijkse leefpatroon eruit ziet. En wat jouw doelen zijn en hoe jij die beste kan behalen. Dus vandaar die 30 minuten coaching online. En we hebben al een winnaar. En de winnaar, die is Lotte! Dus Lotte, jij mag even een berichtje sturen naar, waar naartoe? Waar gaan we naartoe sturen? Doe maar naar 040fitbest of naar @makeitnl. Kan ik eventjes nog in de link sturen. Maar stuur gerust een berichtje, Lotte. Dan gaan wij een keer een afspraakje inplannen om een call in te plannen. Ja. Voor coaching. Superleuk. Superleuk. Ja. Ik denk dat mensen die hier nou aan het kijken waren, dat ze zeker weer aan de gang kunnen. Dat ze zeker antwoorden hebben op bepaalde vragen. Misschien nog niet op alles, maar misschien is dat ooit nog een keer een leuk onderwerp om in de toekomst nog een zeker. Keer Ik wil keer graag te nog een keer terugkomen. Ik voel supergezellig. Ja, dus nogmaals, superleuk dat jullie er waren. Mochten er vragen zijn, laat ze nog eventjes weten. En wij kunnen altijd die beantwoorden via de chat of via Facebook of Instagram. Dus gewoon vragen. Nogmaals, dankjewel. Fijne avond. En hopelijk tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering. Dankjewel.